camera met je. Ja? Hm? En kijk eens. Rocco gaat 10 miljoen euro investeren in een nieuw logistiek centrum voor het bedrijf. En eigenlijk had dat er al veel eerder moeten komen. Want op industrieterrein Roerstreek ligt het logistiek centrum nu nog op een hele onlogische plek. Door ruilverkaveling is het nu dus mogelijk om de ideale situatie te creëren. Zo bleek maandag die dus de officiële overdracht van het bedrijfsterrein. Wij gaan op dit nu nog kale terrein onze logistieke operatie uitvoeren. Dat betekent opslag van producten die geproduceerd zijn in de fabriek en die klaarstaan om vervoerd te worden naar onze klanten. Dat gebeurt nu natuurlijk ook al op een andere locatie, neem ik aan. Ja, dat was de uitdaging voor Rockwool. Wij doen dat uiteraard op dit moment wel, maar op een losliggend terrein, een kilometer of 3 van de fabriek vandaan, in de buurt van de Ringweg. Dat is natuurlijk niet praktisch. Nee, je loopt tegen een aantal zaken aan. Heel veel wat we noemen pendelbewegingen tussen de fabriek en die logistieke terreinen. Dat is ongeveer 100 bewegingen per dag. Heel veel verkeer op het industrieterrein. Veiligheid, milieuachtige zaken komen dan in het geding. En heel veel afstemming tussen de fabriek en de verschillende logistieke operaties. En op het kaartje is duidelijk te zien. Deze locatie ligt eigenlijk tegen de productiehal aan. Hè, van waar de producten eigenlijk klaar naar buiten toe komen. Ja, dit is eigenlijk de invulling van ons ideaalplaatje. Als je een fabriek neerlegt, dan zie je graag dat aan de ene kant de grondstoffen naar binnen komen. Vervolgens ga je produceren. En dan aan de laatste kant de logistiek naar buiten toe. En hiermee geven we echt invulling aan dat ideaalplaatje voor Rockwool. Er is natuurlijk wel een investering mee gemoeid, want je moet een heel nieuw logistiek systeem hier gaan neerzetten, hè, neem ik aan. Ja, de totale investering die Rockwool op dit moment doet in deze terreinen, maar ook het ontwikkelen van deze terreinen, is om en nabij de 10 miljoen. En dat is een substantieel getal voor Rockwool in Roermond. Het logistiek centrum komt te liggen tussen de bedrijfshal van Rockwool en de spoorwegkruising van de IJzeren Rijn met de N293. Rockwool is een van de belangrijkste werkgevers in Roermond. En door de komst van het nieuwe logistieke gedeelte wordt het bedrijf nog verder versterkt. Ook wordt het bedrijventerrein Roerstreek beter benut, al dus de sprekers deze middag. Maar de investering moet natuurlijk ook gewoon weer het truc verdiend. Rockwool is een commercieel bedrijf. Het is een flinke investering, maar een lang gekoesterde wens van het bedrijf gaat nu al in vervulling. Nee, uiteraard. Wij doen dit om onze kostenbasis, hè, die als maakindustrie toch nodig hebt, om die te verbeteren. Dat betekent dat wij uiteindelijk, als dit project klaar is, onze inefficiencies eruit kunnen evalueren. En ja, je hebt je operatie meer gestroomlijnd naar, zeg maar, dat ideale model van grondstoffen, productie en logistiek. En het zal toeval zijn, het logistieke gedeelte ligt ook nog dichter bij de snelweg. Ideaal, hè, toen die A73 kwam, hebben wij ook gezegd van goh, wij missen een klein stukje terrein tussen onze fabriek en de A73. Maar uiteraard is dat ook een heel mooi punt voor Rockwool. We zitten dicht bij de snelweg, we kunnen heel snel bij onze klanten zijn. En dan gaat het al staan, want dan gaat het in werken? Uiteindelijk is dit een behoorlijk traject. Wij beginnen eigenlijk overmorgen met de ontwikkeling van dit gebied. Het hele traject moet klaar zijn in juli 2016. Succes en alle gefeliciteerd. Goed.